Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. 2 weken geleden werd een aanslag beraamd op uw leven. 8 verdachten zijn opgepakt. We gaan even kijken. Federale gerechtelijke politie viel maandag binnen op verschillende plaatsen in Molenbeek, Eupen en Antwerpen. 8 mensen werden opgepakt, allemaal tussen 19 en 35 jaar oud. Ze waren in snel tempo geradicaliseerd. Ze planden aanslagen en wilden politiekantoren aanvallen, maar ook N-VA-voorzitter Bart de Wever. De naam van de Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen. Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag moest plaatsvinden. Zo concreet was het niet. Het is niet de eerste keer dat de Wever bedreigd wordt. Zo werd er al eens een poederbrief bij hem thuis afgeleverd. En gooide iemand al eens een bijl door het raam van zijn huis. Ja, hoe gaat het nu met u? Ik heb daar eigenlijk verbazend weinig last van, hoor. Zoals je hebt gehoord, heb ik het al vaker meegemaakt. En alles wint, moet ik zeggen. Zowel voor mij als voor mijn gezin. We zijn niet onderhand gewoon. Ja. En dit is ook een cel die men vrij goed in beeld had. Dus ik kon dag per dag volgen waar ze mee bezig waren, wanneer ze gingen oppakken. Dus ik was daar niet ongerust over. Ja, het gaat dus om 8 verdachten tussen 19 en 35 jaar. Wat waren hun motieven? Dit kwam uit het islamistische milieu. En in tegenstelling tot een paar jaar geleden met de Islamitische Staat is dat niet meer zo zorgwekkend, want we zijn die vrij goed op het spoor. En dit is niet meer zoals vroeger, dat ze gemakkelijk toegang hebben tot financiering en wapens, wat in de tijd van IS wel zo was. Mm-hmm. Dit zijn niet de raketgeleerden van de islam die het op jou gemunt hebben, maar eerder jonge, tolgedraaide, geradicaliseerde jongens die ze vrij snel in beeld hebben. Ja. Dus ik maak die er heel gevaarlijk kunnen zijn, dat weten we. Ja, je hebt maar één gek nodig, hè, die je niet hebt zien komen. Juist. En die kan 20 jaar ellende in een samenleving zaaien. Maar daar moet je een beetje fatalistisch in zijn. Ik lees heel veel. Dat heb je in Nederland meegemaakt. Natuurlijk. Dat hebt u meegemaakt. Ja, wij gelukkig nog niet, maar het zou kunnen. Ja. Maar ik ga daar heel stoïcijns mee om. Ik lees heel veel over de antieke periode, het stoïcisme, en dat helpt mij heel erg om met dit soort dingen om te gaan. Maar wat betekent dan stoïcijns mee omgaan? Dat u bent er wel mee bezig natuurlijk, maar u probeert niet bang te zijn. Wel, als je zo mensen die een bijl door je venster gooien, die willen dat je het bijltje erbij neerlegt. En als je daar bang voor bent, dan winnen die. Ja. En dus die angst die moet je van je afzetten. En een beetje fatalistisch daarmee omgaan. Ik ben gelukkig met een Nederlandse vrouw getrouwd. Die is erg nuchter in dat soort dingen. En die maakt zich ook niet te veel zorgen. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Is er meer bekend over wat er met die verdachte gaat gebeuren? Wel, er zal een onderzoek volgen. En dan word je al dan niet aan een verhoogd veiligheidsregime onderworpen. Ja. En ik heb ook geleerd om dat te ondergaan. Het is gelukkig nog niet zoals in Nederland, waar sommige mensen dag en nacht worden gevolgd door politie-escorten. Ik heb dat al meegemaakt, maar gelukkig niet te lang, want dat is echt geen leven. Commotie gisteren, had nu eigenlijk over de taaltips van scholierenclubs. Althans, scholierenclub Lax. Geen goedemorgen jongens en meisjes meer in de klas. Ook geen achterstandsleerling of zittenblijver. En ook geen excellente scholen zijn wat betreft de scholieren betreft nog mogelijk. Allemaal om gelijke kansen en genderbewustzijn in het onderwijs te bevorderen. Direct volgden de doodsbedreigingen. Bart de Wever, auteur van dit boek over woke, waar u nogal tekeer gaat. Over woke en de gevolgen en de gevaren daarvan. Is het normaal dat scholieren doodsbedreigingen krijgen als ze, of je het er nou mee eens bent of niet, maar vermoedelijk uit goede bedoelingen dit soort dingen gaan roepen? Die doodsbedreigingen vind ik niet normaal. Hè. Dat is die polarisatie waar het vaak over gaat. Waar je ziet, mensen beginnen heel extreem te reageren, ook extreem te stemmen, ook in dit land. Ja. Worden heel volatiel, traditionele politiek boezemt geen vertrouwen meer in. Veel mensen voelen zich verraden door de elite, herkennen zich niet meer in de opinies van de cultuurdragers, van de mainstream media. En daar schrijven we heel veel analyses over. Maar wat ik mis, is kunnen we ook eens een analyse maken over, is er misschien ook iets in de intellectuele cultuur fout dat die boosheid aanmoedigt? En ik denk dat dat wel degelijk zo is. En dat is de woke-cultuur die ik diepe wortels toeschrijf in het postmodernisme. Daarover gaat het boekje. Ja, maar goed, u zegt doodsbedreigingen. Dat kan sowieso niet. Absoluut niet. Ik weet dat u lijstjes bijhoudt met voorbeelden van woke-uitingen. Dat schrijft u ook in uw boek. Komt deze ook alweer op het lijstje? Die staat al in het lijstje. Hij staat al in het lijstje. Het is ondertussen een woke-bibliotheek. Ik ben aan het denken om een daily woker rubriek te beginnen. Omdat ik elke dag in de media voorbeelden vind van, nee, dit is vreemd. Hè. Ik lees gisteren in de krant en plotseling in Verenigde Staten, het ging erover, was plotseling een witte supermacht. Dan denk ik, wat voegt het woordje wit hier nu eigenlijk precies toe? Ja. Wat moeten we er als lezer, wat wordt er nu geacht dat wij daarover denken? U beschrijft er veel in dit boekje. Veel voorbeelden. We hebben er een paar op een rij gezet.
Ik wou zeggen dat zwarte geen systeem nog macht hebben om blanke te onderdrukken, sorry, witte mensen te onderdrukken. Dus een zwarte kan nooit racist zijn. J.K. Rowling responded on Twitter to a headline. You know, I'm sure there is a word for these people, followed by a number of deliberately misspelled versions of the word woman. Schrijver Marieke Lucas Reineveld heeft de opdracht om een gedicht te vertalen van Amanda Gorman teruggegeven. Het team van Gorman had Reineveld zelf uitgekozen voor de vertaling. Maar critici vroegen zich af of het gedicht niet beter vertaald kon worden door iemand uit de zwarte gemeenschap. I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years, we should be apologizing for the next 3000 years. In Brussels, the 40 murals of the comic strip route have been attracting attention for more than 30 years. But more recently, they've also garnered the wrath of feminist associations. Her collective is demanding that some of these murals be removed from the comic strip route. Ja, je kan ook zeggen, dit hoort bij de vrijheid van meningsuiting. Ieder, het is een vrij land, ook België is een vrij land. Ieder heeft recht op zijn eigen opvatting. Natuurlijk, ja, domme meningen, dat is de essentie dat die worden beschermd. En de vrijheid van die mensen zal ik nooit betwisten. Maar zij betwisten de onze wel om anders te denken. En op een heel agressieve manier, nieuwe cultuur. Ze delen de samenleving op, je hebt er prachtige voorbeelden van getoond. In een dadergroep, dat is dan de Zeven Vinkjesman van Joris Luijendijk. Hoe meer dat je daarop lijkt, op die blanke, heteroseksuele, hoogopgeleide man die Nederlands spreekt... Hoe fouter je bent, dan heb je een fout verleden, want je was koloniaal, imperialist, seksist, antidemocraat, totalitair, onverdraagzaam, je stelt normen aan iedereen. Ja. En hoe minder dat je erop lijkt, hoe minder vinkjes, hoe meer dat je tot slachtoffergroepen behoort, hoe beter dat je zit. Ja, je die slachtoffergroepen, men streeft niet naar de gelijkheid of de gelijkwaardigheid van die groepen, maar een soort wraakbeweging, een afbraakbeweging van het bestaande. En dat is behoorlijk polariserend en fout. Ja, u zegt, als je niet voldoet aan de hedendaagse morele standaard... Dan zit je al in de hoek van de dader. Want woke verdeelt de samenleving in daders en slachtoffers. Zo is het, ja. En de ultieme dader is dan die witte autochtone man. En die heeft een hele foute geschiedenis, vol zwarte bladzijden. Het enige, zoals meneer Infantino heeft gezegd, wat we uit ons verleden moeten onthouden, is dat we nog 3000 jaar beschaamd zouden moeten zijn. Maar alleen aan de westerse mens wordt dat gevraagd. Hè. We waren minder netjes vroeger dan vandaag. Maar dat geldt niet alleen voor de westerling. Dat is een waarheid voor de hele mensheid. U zegt de heteroseksuele witte man die gezondigd heeft, daar is geen vergiffenis voor. Die zal altijd dader blijven. Dat is ook zo. De dader blijft altijd dader. Zelfs al probeert hij antiracistisch te zijn, zal men toch nog zeggen, je intenties zijn niet zuiver. En een slachtoffer blijft altijd... Een slachtoffer, die kan me dan niks fout doen. Die kan zelfs niet racistisch zijn. Als zwarte, als je zou proberen, zeggen sommigen, kan je geen racist zijn. Maar je hebt daar geen macht toe. Die macht zit bij de witte mens. En dus de witte mens kan racist zijn. En zo blijft een dader altijd dader en een slachtoffer altijd slachtoffer. Ja. Het verschuift ook naar de perceptie. De intentie van je eigen woorden tellen niet. Het is hoe ze worden gepercipeerd in de slachtoffergroep. Maar dan kan natuurlijk alles fout zijn. Hè? Dan ben je al je houvast kwijt. Want alles kan beledigen, alles kan... mensen, containerbegrip. Ja, en die mensen moeten dan liefst in een safe space onder een koepel worden gestopt, waar niks hen nog kan verstoren. Ja. Maar goed, u beschrijft een ergernis, maar die ergernis gaat verder in uw beschrijving, want u waarschuwt op termijn, als dit zo doorgaat, voor een burgeroorlog. Nou bent u burgemeester van Antwerpen, Havenstad, waar u te maken hebt met grote drugscriminaliteit. Niet alleen de bedreigingen waar we het aan het begin van deze uitzending over hadden. Kun je je dan niet afvragen, is coke niet veel bedreigender dan woke? Coke is ook heel erg bedreigend. En daar heb ik het ook wel over in mijn bestaan. Maar het ene sluit het andere niet uit. En een burgeroorlog klinkt heel overtrokken. Maar in Amerika zaten we daar toch niet meer zo ver van toen het Pentagon werd bestormd. Daar zie je waar je naartoe gaat. Hè. Die extreme polarisatie in het tweepartijenlandschap. De Republikeinen zijn helemaal gehijacked door de extreme reactie tegen woke. En de Democraten door de wokers. En eigenlijk gematigde mensen in het midden die zijn helemaal dakloos geworden. Ja. En die democratie loopt helemaal vast. En je ziet diezelfde tendensen toch ook wel in Europa, in ons land, in mijn land, in de zuidelijke Nederlanden. Volgens peilingen stemt 1/3 al voor extreem rechts, ook extreem links. De uitslagen hier in Nederland zie je toch ook dat de traditionele politiek bijna telkenmalen wordt weggevaagd door een nieuwe heiland die het allemaal anders en beter gaat doen. En dat heel veel mensen nu vertrouwen. Verloren zijn in de elite. Maar er zijn toch ook groepen met achterstand tot de samenleving, zoals wij dat hier noemen. Ja, maar die opkomen voor hun eigen positie. Elke emancipatoren beweging begint toch over het algemeen met herrie, kabaal en soms geweld? Dat is ook zo. En de verlichting heeft ons de vrijheid gegeven. En onder die koepel van vrijheid hebben heel veel bewegingen naar gelijkheid moeten streven. Dat duurt vaak generaties. Sociale beweging, vrouwenbeweging, in mijn land ook de taalbeweging. En daar is helemaal niks mis mee. Maar woke maakt een breuk met die traditie. Ze stellen zichzelf voor als de verderzetting van emancipatiebewegingen. Maar het zijn geen bewegingen die opkomen voor vrijheid. Ze komen op tegen vrijheid. En ze komen ook niet op voor gelijkheid. Het ergste dat je kan doen bij een slachtoffer is die vastzetten.
in zijn slachtofferschap daar bijna een stolp, een safe space opzetten. En dan kan je alleen maar slachtoffer zijn. Er wordt hier wel een beetje een karikatuur van, van de woke-gedachte op tafel gelegd. Want ik ben niet akkoord met deze analyse. Ook u heeft met Joris Luijendijk op de VRT een debat gegaan. Joris Luijendijk beweert absoluut niet dat de man met de zeven vinkjes de altijd de dader is en zo. Waar het om gaat is, het gaat over privilege en onrecht. Hè. Dus als blanke man heb je, ik voel dat ook, heb je tal van privileges. Er zijn andere mensen in de maatschappij die dat niet hebben. Gewoon puur het bewustzijn van dat privilege. Ja. Dat alleen al is wat woke vraagt. Pieter, een aandacht en een gevoeligheid voor onrecht. Onrecht dat uit de historie komt. En dat durven bevragen en durven benoemen. Maar dat kan dat is wel. Dat kan wel. Daar heb ik ook helemaal geen probleem mee. Maar de voorbeelden die we krijgen, dat zijn allemaal extremistische voorbeelden. Nou, hij heeft er nogal veel opgeschreven in het boek, moet ik zeggen. Ja, maar ik kan ook zo'n lijstjes maken. Ik vind maken, dagelijks hoe de grenzen toch worden verlegd naar wat ik banaal wokisme noem. En dat gaat de foute richting uit in die polarisatie, is reëel. Ik besef natuurlijk dat ik van een geprivilegeerde groep nu ben. Ik ben zoon van een spoorwegarbeider, ik was het niet, maar ik ben het nu wel geworden. En dat inclusie mijn taak is, dat er meer kansen moeten worden gegeven aan mensen met minder vinkjes om gelijke kansen te hebben, dat is juist. Maar gelijke kansen en gelijke uitkomsten, dat is iets helemaal anders. En wat je nu in het onderwijs ziet, jongens en meisjes mag niet meer, punten geven mag niet meer, een jaar dubbelen mag niet meer. Ja, dat is gewoon de lat naar beneden leggen. Dan kan iedereen erover en heb je gelijke uitkomst. Maar dat is geen gelijkheid. Dat is het ergste wat je emancipatiegroepen kan aandoen. Je houdt ze vast in hun kleinheid, in hun onwetendheid. Het ergste dat je kan gebeuren in Nederlander, als nieuwe Nederlander, is een progressieve Nederlander, moeten zijn meneer Özdil van GroenLinks. Ja, ik heb ook die voorbeelden. Wij hebben in onze partij mensen van niet-Europese origine die minister zijn, die op school ook adviezen hebben gekregen. Ja, je bent een Turkse mijnwerkersdochter. Ja. Ga jij maar eens niet te na doen. Jij hoeft geen universiteit. Het racisme van de lage verwachtingen, inderdaad. En ook van het lage aanbod op de duur. Je hoeft geen correct Nederlands meer te kunnen, want dat is een beetje racistisch. We gaan geen DT-fouten verbeteren voor jou. Correct kunnen rekenen is ook allemaal wel een beetje moeilijk. Wie help je daar nu eigenlijk mee? Pieter Omtzigt, man van de regio, wordt u wel genoemd ook. In de regio hoor je dit soort sentimenten ook wel, toch? Bent u het hiermee eens met dit betoog? Gedeeltelijk. In de zin dat, er is een behoorlijke hoeveelheid ongelijkheid. En ik denk dat het goed is om die discussie daarover te voeren. Maar we zien in een aantal zaken die discussies doorslaan. Dus, ik heb zelf best wel wat kritiek gehad toen ik op de transgenderwet die nu voorlag. Zei van, nou ja, als je een zedenmisdrijf begaan hebt, dan vind ik dat je niet van geslacht mag veranderen zonder een psychologische test. Ik kreeg van alles over me heen en ik legde gewoon uit. Dat is heel simpel. Als je taxichauffeur bent of als je in de kinderopvang werkt, dan moet je een verklaring omtrent gedrag laten zien. Waarom doen we dat? Niet omdat we denken dat elke taxichauffeur iemand misbruikt. Maar omdat we juist willen dat de misbruikers uit die wereld wegblijven. Ja. Nou, dat wilde ik ook hier. Want ook daar dien je wat kwetsbare mensen te beschermen. Ja. En één keer, nou ja, ik kreeg het over me heen op sociale media. Want ik dacht van, goede genade, waar hebben we het hier over? Ja. Laten we een beetje verstandig doen. Ja. En als ik bijvoorbeeld zie wat J.K. Rowling over haar heen krijgt. Gewoon door te zeggen, mag er ook nog iets aan de bescherming van vrouwenrechten gebeuren? Want dat vind ik wel iets wat een beetje op dit moment doorslaat. Ja. Op het moment dat je zelf je geslacht mag kiezen, weet je één ding zeker. De kleedkamers en dergelijke zijn niet meer beschermd. En dit was nog voor wat er in Schotland gebeurde. Want in Schotland hebben ze dat op een gegeven moment gedaan. Ja. En het gevolg was dat inderdaad een aantal mensen die veroordeeld waren voor een zedenmisdrijf, die zijn in de gevangenis. Oh nee, ik ben geen man meer, ik ben een vrouw. Ja, dat was niet zo heel veilig voor de vrouwen in die gevangenis, zal ik maar zeggen. En dus je kunt helemaal doorslaan. Ja. En dat zit me dwars en het andere wordt me dwars. Dat je niet meer zou mogen zeggen. Is de safe spaces. In de zin van, op een universiteit mag het ook eens een keer flink tekeer gaan. En dan mag je flink met elkaar van mening verschillen. En als ik wel eens zie wat ik nu op universiteiten tegenkom van wat je niet meer mag zeggen, dan denk ik van, nou, het was ooit bedoeld. Debatteren is natuurlijk wat anders dan gedwongen worden om, moreel gedwongen worden om je te schamen. En dat zit hierin. Dat hoe zit je natuurlijk heel erg in woke. Nou, dat is het pleidooi van Bart de Wever eigenlijk. Dat je wordt gedwongen om je te schamen voor being white en je privilege. Nee, ik vind niet dat je daarvoor hoeft te schamen. Dat slaat nergens op. De discussie die in Nederland overigens later op gang gekomen is dan in België over het koloniale verleden. Waar wij tot 10 jaar geleden nog wel vrij trots op waren.
Ik zat in een partij die trots was op een VOC-mentaliteit. Laten we gewoon heel eerlijk zeggen, het is niet allemaal zwart-wit. Ja. Daar hadden we wel een inhaalslag te maken om eens te kijken wat daar in het verleden zat. Maar dat betekent niet dat we de hele dag schaamtevol op straat moeten gaan. Maar met mate, zou ik zeggen. En dat is precies het politieke midden wat in Nederland ook ontbreekt. Of je slaat de ene kant op, of je slaat de andere kant op. Iets verstandigs is het niet. Allemaal beschreven in dit boek. Tot slot, heel kort, is er nog een oplossing? De terugkeer naar de authentieke tolerantie van de 19e eeuw. Het huwelijk tussen nationalisme en liberalisme dat onze natiestaten sterk heeft gemaakt, daar moeten we terug naartoe.